Het is maandag 10 december, dag 3 van de actie Samen voor de Voedselbank. Dus we zijn eigenlijk net gestart. Het weekend zat er mooi tussen. Veel supermarktacties hebben we gehad. En ik ben op weg naar Broekland. Ja, de vrienden van de show, Herna en Jos, met hun kistje in Broekland. Die moet ik even bezoeken. Samen voor de Voedselbank. Jos, goedemorgen. Je staat er alweer bij het kistje. Hallo. Fijn dat jullie weer mee... Oh, kijk, er zit wat in. Alle beetjes helpen. Goedemorgen. Oh, je hebt de winkel alweer aardig mooi vol. Ja, we zijn heel blij mee. En je bent dan maar net begonnen. Wat ja, goed. Ja, het begin is er. En we hopen natuurlijk op nog veel meer. Ja. We zijn enthousiast genoeg. Dus we hopen de mensen ook enthousiast worden. Ja, en merk je ook dat nu... Weet je, we zijn 5 jaar bezig. Jullie doen altijd trouw mee. Dat het al een beetje vanzelf komt. Ja. Ja, mensen hebben het er van tevoren al over. Doen jullie ook weer mee dit jaar? Ja, zeker doen wij mee. Het kratje van de familie is inmiddels bekend. Lekker aardappels. Ja. Dat zijn de best wat. Ja, dat hebben we ook gekregen van onze aardappelsponsor, waar wij normaal altijd heen gaan. Ja. En hebben we gevraagd en hij kwam spontaan met 4 zakken aardappelen. Ja, wil je nog even een oproepje doen? Alles is natuurlijk welkom. We hopen natuurlijk dat mensen er echt gehoor aan gaan geven. Het is echt nodig en gun de mensen echt wat extra's voor deze tijd van het jaar. Zeker. Maar altijd. Wij brengen ook geregeld nog wel eens wat naar mensen toe. Zijn zo blij daarmee. En daar doe je het allemaal voor. Super. Kom naar het kratje in Broekland. Ja. Wat is het adres? Forsterhof 15 in Broekland. Kratje bij dag de deur. En nacht kan er wat ja, in. En je mag het ook altijd binnenbrengen. Kopje koffie kan er dan ook nog wel vanaf. Met een plakje cake. Samen voor de Voedselbank. Thank you.